In deze informatiestop hoort u een gesprek met mevrouw Marnie Daal Vogeland. Mevrouw Daal zat namens Staatsolie in het team dat belast was met de voorbereiding en de opzet van de Suriname Energy, Oil and Gas Conference, die deze week in Suriname werd georganiseerd. Ze zegt dat het meer dan een conferentie is geweest. Het was een event. En wel, heel succesvol. Het doel was om iets neer te zetten voor de wereld eigenlijk. Nou, de wereld is natuurlijk een heel groot woord. In elk geval de olie- en gasindustrie, de energieindustrie. Om te laten zien dat Suriname iets kan neerzetten. En het event bestond uit verschillende onderdelen. We hadden natuurlijk de Strategic Summit, waarin we de eerste dag hebben gefocust op, zeg maar, upstream. Upstream is alles wat we doen als het gaat om olie zoeken. Dat is exploreren, ontwikkelen. En de tweede dag was het meer downstream. Dat is wanneer je die olie al hebt gevonden en je het hebt ontwikkeld en je het gaat raffineren. Downstream dus. Logistiek is erg belangrijk, want at the end of the day breng je alles bij elkaar om het product te maken en het naar de markt te brengen. Maar ook local content was een van onze speerpunten op dag 2. En daarnaast hebben we, op de derde dag hadden we, zeg maar, workshops. Een workshop en verschillende ronde tafel meetings, waarbij mensen uit Suriname en uit de regio en van de overheid, van het bedrijfsleven en van het lokale bedrijfsleven, dat die met elkaar konden, ja, van gedachten konden wisselen over local content, maar ook over investing in Suriname. En daarnaast hadden we simultaan technische sessies, dus mensen konden een paper indienen. Die papers hebben we toen met een groot team hebben we dat bekeken. Het ging over de technische sessies met betrekking tot olie, maar ook over health, safety en environment. Want veiligheid is erg belangrijk, maar ook over local content. Het was wel opvallend dat we, als je kijkt naar het aantal inzendingen van de technische discussies, van de technische papers die zijn ingediend, hadden we 20 van local content. En dat geeft aan, niet alleen lokaal hoor, maar ook internationaal, het geeft aan dat het toch wel een belangrijk speerpunt is. En last but not least hadden we de beurs. En de beurs, daar hebben we ons hard gemaakt dat er lokale bedrijven en internationale bedrijven toch een platform kregen om elkaar te ontmoeten. En last but not least, dat iedereen in Suriname die dat wilde, de beurs kon bezoeken. Omdat uiteindelijk de eigenaar van olie en gas, die is een non-renewable resource, dat zijn de mensen van Suriname. En die toevallig de mensen die nu wonen, maar ook onze kinderen. Want niet omdat we toevallig in 2022 wonen en leven en werken in dit land, betekent het dat we alle bos mogen opmaken of alle water mogen opmaken of alle goud mogen opmaken. Dus zeker ook niet de olie en gas. Dus het was een platform dat we hebben gecreëerd. Voor Staatsolie was de host. We hebben dat georganiseerd voor Staatsolie. Maar ook voor het bedrijfsleven zichtbaar maken. De mensen van Suriname dat ze ons leven konden zien via de beurs. Dat we technische discussies konden organiseren. En natuurlijk voor de overheid, omdat het tempo van ontwikkeling wordt toch door de overheid aangegeven. En als de overheid ziet wat nodig is, dan gaan we ervan uit dat ze die faciliterend gaan optreden. Geen geld, maar dat ze faciliteren, dat het makkelijk is om vergunningen te krijgen, dat er goede wetgeving is als het gaat om een bankrekening te openen. Weet je, dus dat het faciliteren, dat er wetgeving of dat er policies komen van, als we praten over local content, want iedereen heeft dat woord in de mond. Wat willen we precies doen als Suriname? Hoe willen we het ontwikkelen? En laten we niet stilstaan bij Suriname alleen, maar laten onze providers, degene die lokaal een bedrijf ontwikkelen, dat ze
niet alleen focussen op Suriname, maar dat we zo goed worden dat ook de rest van de regio, de rest van de wereld ons weet van, we hebben goede mensen, goede bedrijven als het gaat om de service industrie. Laten we die in Suriname betrekken. Dus het was niet gewoon een conferentie. Het was niet alleen olie en gas, maar het was ook promoting Suriname en het Surinaams bedrijfsleven. Wat is voornamelijk opgevallen gedurende de 3 dagen? Nou, we hadden natuurlijk wel een beetje geluk, hè. Dat heb ik niet ingecalculeerd toen we begonnen een jaar geleden met de organisatie. Is dat er we een beetje geluk hebben gehad in de zin dat mensen elkaar, niet alleen in Suriname, maar ook in de hele regio en in de rest van de olie-industrie, hebben elkaar bijna 3 jaar niet gezien. En dit was dus het grootste event dat werd georganiseerd na COVID. En natuurlijk omdat je die grote discoveries hebt gehad in Suriname, was Suriname samen met Guyana, Mexico, dat zijn toch de gebieden waar het very hot is op dit moment. Wat opvalt is dat er toch grote behoefte is lokaal om met elkaar samen te werken. Wat ook opvalt is de behoefte om te leren van het buitenland. De behoefte om meer te weten over die industrie. Ik kom uit die industrie. Ik ben nu gepensioneerd van staatsolie. En als ik hand in eigen boezem zie, dan zie je dat awareness over die industrie is toch matig. En daar hadden we betere job in kunnen doen met z'n allen. Omdat als je mensen moet laten begrijpen, je moet mensen laten begrijpen wat die industrie inhoudt. En als je de mensen ontwikkelt, als je ze laat weten, dan zijn ze in staat om de zaak kritisch te volgen. Omdat natuurlijk staatsolie is de custodian. We hebben met z'n allen gezegd, manage deze sector voor ons. En nu 40 jaar oud is een goede job, een geweldige job. Maar je moet natuurlijk altijd kritisch blijven. Dus wat ook op is gevallen is de behoefte van vooral Trinidad, waar die een hele, zeg maar, levendige industrie heeft gehad, maar ook de klappen van de zweep heeft ondervonden. Wat het is om heel rijk te zijn als het gaat om olie. En toen was olie op, toen kwamen ze, hadden ze geluk, hadden ze gas. Zij kunnen ons assisteren. Ze kunnen met ons samenwerken. Maar we moeten natuurlijk ervoor oppassen dat de slopjes of de trenten uit het deeg niet voor onze neus worden weggevoerd, maar dat we wel samenwerken met mensen. Dus dat zijn dingen die echt zijn opgevallen. En eigenlijk het enthousiasme van de, ik was zo trots op onze Surinaamse bedrijven die we hebben. Eigenlijk voor hun, een heleboel van hun was het voor het eerst dat ze meededen aan een oil and gas beurs. Dat ze absoluut ons vertrouwen niet hebben beschaamd. En dat ze een hele goede, professionele manier dat hebben aangepakt. Dus daar was ik heel, heel trots op. Dus dat zijn dingen die zijn opgevallen. Als de awareness over de industrie bij de bevolking matig is, zoals u zegt, dan zou een vervolg van zo'n event toch een noodzaak moeten zijn. Ja. Ik denk dat we sowieso onze awareness, het public awareness moeten vergroten. We moeten er niet over praten, er moet een programma over komen. Omdat we wel vreselijk veel van praten in dit land. Maar om de vertaalslag te maken naar actie. Dat ontbreekt ons. Dus er moet gewoon een programma komen om die awareness te vergroten. Want je kan mensen verwijzen naar de website, ja, daar staat het. Maar het is niet de manier om iedereen te bereiken. Want je moet wel iedereen bereiken, want iedereen is eigenaar. U bent eigenaar, uw neef is eigenaar. Net als ik en mijn kleinkinderen ook eigenaar zijn van deze resource. Is er aan scholen gedacht? Ja, er is wel scholing. Kijk, bijvoorbeeld staatsolie is op dit moment heeft een Nederlandse organisatie, die ROC, want dat zijn een scholingsorganisatie in Nederland. En die hebben een samenwerking met NATO. Omdat als je kijkt naar
tegen de taak. Ik heb daar 25 jaar gewerkt. Dus ik kijk naar mijn omgeving. Dan zie je dat mensen van het Natin, die zijn de backbone. Niet al die, we hebben geen PhD'ers nodig en alleen mastermensen. De backbone, die heb je natuurlijk ook nodig. Maar de backbone, niet alleen bij Staatsbury, maar ook bij Newmont, bij IAMGOLD. Dat zijn de mensen op dat middelbaar technisch onderwijs. TVET. Als je kijkt naar, er is een studie gedaan, dat hebben we gedaan toen in 2018, dan zie je dat we bijna 50 jaar achterlopen. De Staatsschool is dat opgepakt en er komt vanaf 1 oktober een nieuwe curriculum ontwikkeld. Maar niet echt ontwikkeld, het was al ontwikkeld in Nederland. Dus waarom het weer opnieuw uitvinden? Je moet het aanpassen aan de Surinaamse, aan de nieuwe situatie. Want in Nederland was het 60 jaar geleden, maar nu praten we over 2022, dus de technologie is veranderd. En die gaan dus een nieuwe stream ontwikkelen over olie en gas. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn, hè, want je wil niet dat iedereen alleen maar olie en gas gaat studeren. Maar wat wel zo is, en dan kijk ik bijvoorbeeld naar Guyana, daar hebben ze op dit moment gewoon 100.000 mensen nodig voor deze industrie. En als je niet oppast, als je niet mensen begint op te leiden, gaan al die goede mensen die bij Surmaak of bij de Ham of bij Fernandes werken, die gaan allemaal trekken naar die, of in de rijsector werken, die gaan allemaal trekken naar die olie-industrie, olie- en gasindustrie. En dat wil je niet, omdat die bedrijven natuurlijk door moeten gaan. Dus je moet, het is een fine balance, zeg maar, zodat je niet een zoals ze noemen het, een Dutch disease krijgt, waarbij alles alleen maar gaat naar de olie- en gassector. Ik ben 60 geweest, 60 tot 6. Dus ik ben opgegroeid op de lagere school. Dit is ons, ja, oxide is de kurk waarop Suriname dreef. En we hebben gezien dat, wat dat ons heeft gebracht toen het op was. En we moeten leren, toch? We mogen fouten maken en we gaan fouten maken, maar we moeten wel leren om dezelfde fouten te maken. En Suriname is weer een unieke kans om een nieuwe industrie, nogmaals, we hebben 40 jaar onshore olie en gas, maar het is helemaal nieuw. Het is niet more of the same, het is veel ingewikkelder, veel meer kapitaal, veel meer technologie en iets minder menskracht dan wat je onshore ziet. En we hebben een kans om het beter in te richten. Maar is de organisatiegraad in Suriname van die aard dat we het kunnen dragen? Een interessante vraag. Ik kan alleen maar mijn persoonlijke mening geven. Ik denk dat we dat niet helemaal kunnen, maar als we de koppen bij elkaar steken, kan het wel. Omdat ik denk aan, het is niet één persoon die het doet, het is wel een team. En als we samenwerken, want we zijn niet sterk in het samenwerken in Suriname. Ik heb lang, lang geleden heb ik gewerkt bij het ministerie van Arbeid en een van de dingen die aan onze portefeuille was, was coöperatie. En dan zie je dat als die boeren allemaal arm zijn, dan willen ze wel met elkaar werken. Maar zodra één een tractor wil kopen, kan kopen, dan gaan ze uit die coöperatie. Dus we moeten wel leren dat we een klein land zijn en dat we have to join forces. Want als we dat niet doen, als we denken dat we allemaal zelf alles kunnen, dan we gaan horribly fail. Ja, ja. En als we dat besef hebben, dan of we proberen te kweken, want het gaat niet over één nacht ijs. Want echt waar, meneer Cliff, je kan een kip ook niet in 2 dagen laten groeien en dat je het kan eten. Je hebt echt 6 weken nodig. Zo, laten we beginnen. Het is 5 voor 12. En het duurt nog even, maar om een goede technische persoon te krijgen, heb je echt 10 jaar nodig. Hè? Ja. Daarom kun je, je hebt geen tijd om het helemaal zelf te groeien. Dus als je kip lust, dan moet je niet denken van ik ga die kuikens nu kopen en dan ga ik ze groeien en dan ga ik kip slachten over 2 dagen. Nee, we beginnen die kuikens te kopen, maar in de meantime gaan we toch bij die persoon die al kippen heeft van pak een beetje 6 weken. En dan gaan we samenwerken met die. Zodat we kunnen leren. Zodat we uiteindelijk de markt langzaam kunnen. Ons aandeel langzaam kunnen vergroten. Zodat we uiteindelijk daar kunnen komen. Dus je hebt een lange termijn visie. Niet een
beperkte visie van pak een beetje 5 jaar, maar het is lange termijn. 30 jaar helaas. Ja, ook het pandemie. Daarom geef ik dat voorbeeld van die kip, zodat mensen begrijpen wat ik bedoel met, je moet wel een visie hebben, waar wil ik zijn en hoe wil ik die inkomsten, ik heb me nooit druk gemaakt over de vinden van die olie, alhoewel ik 21 droge pitten heb gezien in mijn carrière. Het is al, waar wil ik zijn? Hoe wil ik het inrichten? Welk deel van local content wil ik hebben? Welk deel wil ik nu hebben over 5 jaar, over 10 jaar? Zodat ik kan opbouwen, zodat ik kan leren. Maar als je geen plan hebt, als je geen plan maakt, is alles goed toch? En dan noemen we populaire ad hoc maatregelen. En dat gaat ons niet dat succes brengen. Die, als we, nogmaals, als we de koppen bij elkaar steken, als we onze instituten die we hebben en die we helaas behoorlijk hebben kapot gemaakt, en dan praat ik over, dus we, ik zeg niet kapot maken, maar dat we ze best mogen versterken, die mas is de baas offshore, ik noem het niet mas, die moeten ervoor zorgen dat de, zeg maar, dat bedrijven zich houden aan de health and safety standards. Al hebben wij die niet, maar dat we die ontwikkelen samen met organisaties die ons kunnen helpen. Noem maar op dat de banken begrijpen dat ze moeten samenwerken, omdat alleen gaan ze die lening dan kunnen geven. Want dit is een vreselijk intensieve industrie. You have to invest a lot of money to make some money. En wil je over 10 jaar wel in die positie zijn, niet voor die grote bedrijven, hoor, die IOC's, maar om onze lokale bedrijven te ondersteunen, wat ze nodig hebben, go and do your research. Zorg ervoor dat je weet hoe het moet, dat je samenwerkt. Dat is eigenlijk de boodschap. Alleen, denk je dat je alleen het gaat kunnen doen, samen wel. Ja. Maar ook het onderdeel van werkgelegenheid, hè, moet goed geprepareerd worden voor de gemeenschap. Hè, want op een gegeven moment ga je mensen nodig moeten hebben, onder andere, om in de verschillende hotels te werken. Mm-hmm. Ja, dus we hadden daar had ik zelf de leiding over. We hadden een roundtable om te praten met over labor market development. En we hadden gelukkig de minister van Arbeid, Susan McWhorter, maar ook een oude minister, Reinhold Simons, ik voel bijna zeggen simpel. Maar ook Robin Narendorp was er. Mensen van, en samen met, er waren ook natuurlijk mensen uit Trinidad, uit Guyana, aan het panel waren 12 mensen, maar ook iemand als Sunaina van APG, dat is een jonge organisatie van geologen uit Suriname. APG is dat voor Association of American Petroleum Engineers. Die waren er ook. Omdat je moet nadenken over hoe ga je die labor market, wat is nodig? En daar hebben we natuurlijk guidance nodig van die internationale oliemaatschappijen. Wie ga je nodig hebben? Wat ga je nodig hebben? Hoeveel ga je nodig hebben? Dat wat ik zei. Guyana zegt, we hebben nu mensen nodig. En mind you, niet alleen in de olie- en gassector, maar overal. Maar voor die olie- en gassector, zeggen zij, in het panel, we hebben nu 100.000 mensen nodig. Maar we moeten zorgen dat we... dus jonge mensen zullen, als we niet oppassen... En dat is gewoon reëel. Zullen gaan naar Guyana. Waar bijvoorbeeld de minimum wage veel hoger is als in Suriname. Maar niet alleen in Guyana. Er zijn jonge mensen die ik ken. Ik heb 2 moeten groeten op de event. Die me kwamen groeten. En zeggen me voor mij, we gaan weg. En ze gaan naar het buitenland. Omdat mensen zien de potentie van onze jonge... Ik noem ze high flyers. Dan gaan ze gewoon werken bij grote bedrijven zoals Tata Steel. So, het is niet alleen. We hebben een saying toch in Suriname. Mira die brede. So, we moeten wel oppassen dat we niet
dat we blijven praten en de mogelijkheden niet creëren. Nogmaals, misschien geld, mogelijkheden creëren om mensen de ruimte te geven, om te groeien. Want als we ze in een kooi houden en, of een verre knippen als een papegaai, dan ze wegvliegen. Zo, nadenken. Hoe willen we het zien? Dus één moment is natuurlijk de samenwerking tussen ROC en het NATIN. Ook het curriculum bij het ministerie van onderwijs. Curriculum ontwikkelen is niet een verhaal neerzetten. Het gaat erom waarop moeten we mensen scholen. Nogmaals, het onderzoek van 2018 is uitgewezen. Dat we 50 jaar achterlopen. Er zijn zelfs machines. En die machine is kapot. Of er is maar één machine en 50 jongens en meisjes zitten eromheen. Dus tijdens een les van 2 uur kunnen maar 4 aan de beurt komen. Of die machine is in er. Is daar, maar er is niet genoeg stroom om het aan te sluiten. Dus de problematiek is veel ingewikkelder. En als we blijven babbelen, dan gaan we er niet komen. Actie is wel noodzakelijk. Ja, het netwerk was een belangrijk aspect. Ook daar zijn jullie tevreden over. Ja, absoluut. Dus door het netwerk zijn sowieso sommige Surinaamse bedrijven, want ik ben natuurlijk altijd van Team Suriname. Wat goed is voor alle directeurs zijn altijd, wat goed is voor staatsgeven, wat goed is voor Suriname, dat doen we. Zo, wij zijn Suriname, dus ik probeer altijd dat Suriname veel beter presteert, hè? Goed presteert. En ik ben wel blij dat sowieso De mensen die daar hebben rondgelopen, en ik ben blij dat er veel jonge mensen waren. Een vriend van me zei, hey man, ik schouw me op al die jonge mensen die daar rondlopen. Ik zei, ja, mensen moeten hoop hebben toch? Ze moeten zien wat er mogelijkheden zijn. En ook de Surinaamse bedrijven hebben ons nu gevraagd, van, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we teruggezwongen tussen Surinaamse bedrijven en internationale bedrijven. Hoe zorgen we ervoor dat we een stukje speeddating krijgen tussen lokale bedrijven en regionale en internationale bedrijven? Waar kunnen we kijken? Dus we gaan kijken hoe we dat kunnen organiseren, zodat we niet weer iets hebben en dan gaan we weer een jaar wachten. En dan, zodat we momentum blijven hebben, hè, in het proces. Omdat het is een continuous proces, zodat we continue improve. Dus daar ben ik wel heel blij om, maar ik denk, we moeten ons niet op de borst slaan en denken van, ah, we hebben iets georganiseerd, het is allemaal roosjes, dan zijn we er absoluut niet. Het is een flavor, het begin, dat is die trailer, het moet allemaal beter worden. Ja. Is er een slotdocument gepresenteerd? Nee, er is geen slot. We hebben, er komt natuurlijk een rapport, want dat is gedaan voor staatsolie als host. We gaan een rapport maken. Dit is niet de eerste keer, hè. We hebben de eerste gedaan virtueel, want het was toen COVID, vorig jaar juni. We hebben dat rapport natuurlijk ingeleverd bij staatsolie, dus hier komt er een rapport. Maar er is een app ontwikkeld en op die app kun je gewoon alles teruglezen, terugvinden van alle dagen. Het was leuk, want die app is ontwikkeld en het stond op de 14e plaats al op de tweede dag in Amerika. Dus het was wel leuk om te zien iemand dat ons een screenshot stuurt. Dus alle informatie kan je rustig teruglezen, rustig terugkijken. Dus het voordeel uithalen. We hebben ook niks geprint, hè. We moeten met z'n allen voor zorgen dat we onze footprint op deze planeet, dat we dat proberen te verkleinen. En alles was dus digitaal, beschikbaar. Ja, dat. En uiteindelijk komt het natuurlijk ook. Mevrouw Marnidaal Vogeland, zij zat namens Staatsolie in het team belast met de voorbereiding en opzet van de Suriname Energy Oil and Gas Conference, die deze week in de ballroom van Hotel Torarica werd georganiseerd. Zij blikt tevreden terug op de organisatie.